Hey, goedemorgen. Daar zijn we weer. Ja, fantastisch. We zijn weer wakker geworden. Nou, altijd goed. Ik heb weer wat dingetjes op mijn hart of wat ik tegenkom. Ik weet het niet wat het allemaal is. Maar ik wil even gelijk beginnen. Want normaal gaan mensen aan het einde van zo'n filmpje gaan ze altijd zeggen van joh, share en like en deel en vind het leuk en mijn filmpje. Dat gaan we dit keer niet doen. We gaan ermee beginnen. Sorry. Ja, nee, heel kort. Mijn eerste goedemorgen filmpje, vlogje, was 73 keer bekeken. Het tweede is inmiddels 28 keer bekeken. Dus het is een enorm succes. Ik weet ook, dat is niet echt veel bezoekers, veel views. Maar aan de andere kant, er zijn mensen die hebben het gekeken. En misschien hebben ze daardoor een leuke dag gehad, of helemaal niet, dat kan natuurlijk ook. En die komen nooit meer terug, vandaar dat het tweede filmpje maar 28 keer bekeken is. Kan ook komen door het effect wat op het tweede filmpje zat. Vandaar dat je nu gewoon mijn hele mooie kop ziet, in plaats van het rare grote hoofdeffect. Maar laten we eens kijken met z'n allen, als we allemaal dit filmpje gaan delen. Dus de mensen die het kijken, dus nou, stel weer 28, dat we het delen en sharen en liken, duimpje omhoog, kijken wat dat voor verschil geeft in bereik. Ik ben daar wel heel erg nieuwsgierig naar, als jullie het wel een keer allemaal delen. Want stel dat van jullie vrienden ook 28 mensen het bekijken. En dan ga ik volgende keer natuurlijk vertellen wat het bereik is geworden. En kijken of het echt geholpen heeft als ik dit aan het begin van het filmpje meld. Maar wat ik wel heel erg belangrijk vind is, ik heb thuis Ziggo. En Ziggo is fantastisch, hè. Die hebben mij gebeld en toen zeiden ze, joh, neem een Ziggo zakelijk voor 3 jaar. Dan het eerste jaar betaal je €30 per maand en dan daarna pas 60. En oh, fantastisch. En, lik, lik, smul, smul. En nou, je kent het wel, ik had een enorm orgasme aan de telefoon en ik werd heel erg blij. Dus ben ik inderdaad erin gestonken. Ja, want ik heb nu een telefoonabonnement waar ik niet meer bel. Nee, want ik moet ook per minuut en zo betalen, wat ik eigenlijk niet had. Dus ja, schitterend is dat. Maar wat het leuke is, als ik films opneem, hè, want ik neem graag films op, want dan komen er soms 3 op een avond. Kan ik niet allemaal tegelijk kijken natuurlijk, dus dan neem ik een paar 2 op. Ja, ga ik nou dan terugkijken, dus ik heb een droge mond trouwens. Ja, oké. Dan ga ik een film terugkijken en dan blijft die soms hangen. Ja, en dat is leuk, want dan kan je dat stukje film niet zien. En dat gebeurt natuurlijk altijd als er niks aan de hand is in zo'n film. Dan zit je zo'n film te kijken en dan zitten die acteurs die staan. Oh ja, oh shit, ze komen eraan. Oh, sorry, ik knip. Maar hun blijven dan echt stilstaan. En dan denk je echt van, hé, hey, staat hij nou... Wat is er dan gebeurd? En ja, er is niks gebeurd. Hij loopt gewoon vast, hij hangt, hij staat stil. En soms duurt dat maar 3 seconden. En gisteren in de film duurde dat toch wel zeker 1 seconde of 20. Ja, dat is leuk. Dan mis je gewoon precies dat deel waar die jongens dan dat pand binnen zijn gegaan en weer eruit kwamen. Super. Nee, dus dat wilde ik even kwijt. Dus dit filmpje wordt niet mede mogelijk gemaakt door Ziggo. Nee, zeker niet. Wat ik ook iets vind, ik moet even denken aan mijn tandenpoetsen. Ik heb mijn tanden gepoetst en daardoor heb ik een hele droge bek. Blijkbaar. Ik was laatst bij de tandarts en die tandarts die zei van, je moet elektrisch poetsen. Want ik poets niet goed genoeg. En dan ga ik ineens twijfelen of ik niet in een eerder filmpje dit ook al verteld heb. Volgens mij wel. Maar ik vind het zo verschrikkelijk dat mensen dat gaan lopen vertellen, terwijl ik met een gewone borstel ook heel goed kan poetsen. Hè, het gaat om de bewegingen en zo. Maar oké. Wat ik niet leuk vind, is mensen die in het midden van de weg lopen. Ja, die zijn harder dan een auto. Die kunnen dat. Hè, ik rij niet zo heel vaak met de auto. Ik rij meer met de motor, of met de fiets zelfs nog. Maar dan zie je mensen op het midden van de weg lopen. En soms zijn dat stoere jongens, maar soms zijn dat ook gewoon hele normale mensen.
Kijk, van die jonge lui kan ik me iets bij voorstellen, want je moet je eigenlijk nog positioneren en zo. En je moet nog een beetje credits opbouwen. En dan moet je stoer. Stoer. Ik loop wat midden van de weg. Oh, kijk, er komt een auto aan. Oh, nog 100 meter. Oh, ik blijf lekker lopen. Oh, nog 50. Hij kan me toch niks, want ik ben veel sterker dan 1400 kilo. Waarom? Ga gewoon netjes opzij. Ga op de stoep lopen. Daar is die voor. Dat is veilig. Vind je moeder ook fijner als je gewoon weer heel thuis komt. In plaats van dat ik bijvoorbeeld over je heen rijd. Want waarschijnlijk door mijn frustratie rijd ik ook nog een keer achteruit. Misschien en waarschijnlijk daarna weer vooruit. Omdat ik toch die kant op moet. Ja, en als je mazzel hebt, dan kan ik gewoon wegrijden. En als je pech hebt, dan blijft mijn achterwiel nog op je ooglid hangen. Dat willen we ook niet. Dus even een tip voor de op het midden van de weglopers onder ons. Ik weet niet of die erbij zitten bij die 73 of 28 views. Nou heb ik wel 600 vrienden op Facebook. Dus misschien zitten tussen die 600 zoveel. Zijn jullie een van die middenweglopers? Niet meer doen, niet meer doen. Ik zag eergisteren of zo alweer een eerste foto van pepernoten. Ja, en kruidnootjes bij de winkel. En iedereen weet natuurlijk wat dat weer gaat betekenen. Ja, het stond er ook bij met grote letters. De pietendiscussie kan weer beginnen. Toevallig heb ik een kennis die heet Piet. En die vindt het ook niet leuk dat iedereen weer over hem begint te zeuren. Maar als we nou misschien een keertje niet dit soort grappen gaan doen, dan krijgen we ook al die ellende niet over die pietendiscussie. Laat die gewoon ergens in kamertjes plaatsvinden waar mensen met elkaar lekker gaan kletsen over de pietendiscussie. En laten we niet proberen zelf ook minister of discussiewetenschapper of weet ik veel wat of whatever proberen te zijn. Kom op, laat gewoon met rust en zoek het maar uit. En we horen het allemaal wel. Ik hoor ook niet meer dagelijks mensen over Hitler. Terwijl dat volgens mij veel erger was. En volgens mij kunnen we beter onze pijlen richten op betere dingen. Hè? Op bijvoorbeeld auto's die op water rijden. Of op lucht. Of op oud papier. Weet ik veel. Kom op mensen, laten we daar onze energie in steken. Hè? Of net als die voetballers. Ja. Ik hoorde eergisteren of zo bij de sportschool dat er een voetballer was verkocht voor 120 miljoen. Geweldig! Daar kan je een heel land gewoon een paar dagen of misschien wel een week voor runnen. Misschien wel langer zelfs. Of heel Afrika een jaar stroom geven. Hè? Of water of iets anders wat niet erg belangrijk is. Hè? Maar kunnen we dat ook niet een beetje aanpakken? Wat een gedoe, man. Ik heb nog één ding. Ik wil het filmpje niet te lang maken, want anders is jullie interessespan natuurlijk is nooit zo lang. Aanstaande zondag heb ik weer een optreden in Amsterdam. iComedy. Van mijn grote vriend Duncan McDonald. Duncan, ja, weekdag. Oké, jongen, ik ga je zien. Wordt echt heel erg leuk. Heel veel leuke mensen in de line-up. Dus het wordt echt lachen met Bram van der Velde en nog meer mensen. Kijk anders even ergens op mijn Facebook. Zie je het wel staan. Anders hansd.nl. Hans D. Gewoon met een D van Dirk. Van Dick. Nou, zo, dat valt wel mee. In het... ik weet niet hoe je het uitspreekt hoor. Hey. Akhenaton. A-K-H-N-A-T-O-N in Amsterdam. Dus mensen die in de buurt van Amsterdam zijn. Desnoods tik je hieronder even een berichtje van, joh, waar is het dan en hoe moet ik daar komen? En dan kan ik dat gewoon verklappen. Dat ga ik niet nu doen, want niet iedereen zit erop te wachten. Maar wil je mij zien spelen in stand-up comedy, dan kan je dat aanstaande zondag gaan zien. En ik kan natuurlijk heel even snel kijken wanneer aanstaande zondag is. Dat is 18 september. Dat was ik wel haast vergeten. Maar dan speel ik in Amsterdam. Voor dit, ik wil even hiermee afsluiten. Ga toch gewoon even aan het einde ook doen. Vind je dit filmpje leuk? Duimpje omhoog. Vind je het niet leuk?
duimpje omlaag. Mag natuurlijk, hey, vrij land. Wil je dit filmpje delen, sharen, whatever, aan je buren laten zien? Wil je mensen taggen? Mag het natuurlijk, geen probleem, maar deel het ook eventjes. Ik wil kijken wat het bereik is. En waarschijnlijk vinden jullie dat ook eigenlijk wel interessant. Of misschien vind je werk het interessant. En dan kan ik je daarmee een beetje informatie voorzien. Van zo'n kleine jongen die dan misschien 12 keer gedeeld werd. Nou toen had hij 120 views. Zou kunnen. Hey, maar verder wens ik jullie natuurlijk een fantastische dag. Ga genieten. Het is volgens mij wordt het een hele leuke dag. Hele mooie dag. Genieten van wat er ook gebeurt. Blijf positief. Yeah, tjaka, tjaka. Ja, ja. Hey, fijne dag en tot de volgende vlog. Doei.